Nou, het is begonnen in september vorig jaar toen de nieuwe bussen van EBS zijn gaan rijden. Op een gegeven moment denk je, ja, het valt wel mee met de trillingen. Maar ja, op een gegeven moment als je s'avonds op bed legt en je hele bed zit te schudden en de kransuren die gaan gewoon lopen klapperen. Ja, dan ga je toch nadenken, wat is er aan de hand? Gerrit nam direct contact op met de gemeente Westland. Ja, er zijn meerdere partijen bij betrokken, dus de gemeente is ook afhankelijk van andere partijen. En op een gegeven moment kwam ik ook te sprake met de buren, die eigenlijk dezelfde klachten hebben. Uiteindelijk wordt er geregeld dat er meetapparatuur wordt geplaatst. Over een paar dagen is de uitslag al bekend. De gemeente gaat zich dan buigen over een oplossing. Gedacht wordt aan het verharden van de weg. Om het kwartier rijdt er wel een bus langs. De nieuwe bussen, dat geeft echt een hinderlijke trilling door het hele huis heen. Bij mij valt het nog mee met scheuren, maar bij buren, ja, die hebben echt scheuren in het plafond en ook in de muren zitten daardoor. Ja.